Juridische en emotionele bijstand. Mensen met een traumatische ervaring kunnen vanaf nu terecht bij het Gelder Slachtofferloket in Arnhem. De politie in Gelderland gaat op een nieuwe manier vingerafdrukken afnemen. En wat je met breinaalden allemaal niet kunt maken. Bijvoorbeeld kerstballen. Ik zit echt te klungelen. Dus ja, je verleert het toch op de een of andere manier. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van dinsdag 25 oktober. Agenten van het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland krijgen een apparaatje om op straat vingerafdrukken af te kunnen nemen. Het gaat om een proef van het ministerie van Veiligheid en Justitie om illegale vreemdelingen op te sporen. Naast het korps Noord- en Oost-Gelderland doen nog drie andere politiekorpsen mee. De proef is niet onomstreden. Volgens het D66-Kamerlid Schouw is de proef met de vingerafdrukken namelijk in strijd met de privacywetgeving in Nederland. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bestrijdt dat in antwoord op vragen van het D66-Kamerlid. De proef start in november. Slachtoffers en nabestaanden van een misdrijf, verkeersongeluk of een calamiteit kunnen sinds vandaag terecht bij een speciaal slachtofferloket. Politie, justitie en slachtofferhulp hebben in Arnhem het eerste Gelderse loket geopend. En vanmiddag tekenden de drie instanties een convenant. En bij het loket kunnen slachtoffers informatie krijgen over rechtszaken, maar ze krijgen er ook emotionele bijstand. Volgens het Openbaar Ministerie staat het slachtoffer nu centraal. En dat is ook hoog nodig, zeggen twee nabestaanden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er iets voor nabestaanden gedaan wordt. Omdat die best wel vaak tegen dichte deuren aanlopen. De Arnhemse Madeleijn Weiling weet als geen ander hoe belangrijk het is om als slachtoffer gehoord te worden. In 2006 wordt haar dochter Melissa op brute wijze vermoord. Een kennis van de vriend van Melissa dringt de flat binnen. Hij bindt Melissa vast, gooit spiritus over haar heen en steekt haar levend in brand. Ja, het is nog steeds ongelooflijk. Het is nooit te bevatten, zoiets. Dat iemand zoiets kan doen. Ik heb wel hulp gehad van slachtofferhulp. Maar daar heb ik een slechte ervaring mee gehad. Dus voor mij was het echt zo'n huistuin keukenvrouwtje. Die natuurlijk met al haar beste bedoelingen mij wel helpen. Maar dat is niet goed bevallen. Ook Wina Chong Kim Sang uit Arnhem kan erover meepraten. Haar zoon Robert werd in 2003 vermoord. Als lid van de stichting Aandacht Doet Spreken strijdt ze al jaren voor de belangen van nabestaanden. Ik vind het belangrijk omdat ik zelf geconfronteerd geworden ben met de arrogantie van met name justitie en politie. Vlak na de moord op haar zoon liep Wina naar eigen zeggen op tegen een muur van bureaucratie. Zo werd ze bijvoorbeeld slecht op de hoogte gehouden van het politieonderzoek. Ze is blij dat er nu eindelijk een slachtofferloket is. Ik denk dat het wel gaat. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Ja. Ik heb helemaal vertrouwen in het loket dat er komt. Ook Madeleijn vindt het belangrijk dat er nu meer aandacht is voor slachtoffers en nabestaanden. Helaas zien we het bijna elke dag op tv hoeveel moorden er wordt gepleegd. En ik vind het goed dat er zoiets is. Ook al heb ik er zelf niet zoveel meer aan, maar voor degenen die na mij komen, is heel belangrijk die hulp en zo'n loket. Jeugdzorginstelling Stichting Pactum uit Apeldoorn heeft grote financiële problemen. Dat blijkt uit stukken van de provincie. De organisatie voor jeugd- en opvoedhulp kreeg van de provincie in juli al een voorschot van 1 miljoen euro op de subsidie. En heeft nu opnieuw om een voorschot van 1 miljoen gevraagd. De provincie zegt dit bedrag te willen voorschieten, mits de stichting ervoor zorgt dat jongeren, ondanks de bezuinigingen, niet te lang op de wachtlijst staan. En dat crisisgevallen direct geholpen worden. Er hoeft maar één hoosbui over te komen en de straten in Apeldoorn staan blank. Het waterpeil onder de grond is hoog en bij flinke stortbuien kan de riolering het niet aan. Om al dat water beter af te kunnen voeren worden veel beekjes en sprengen, die nog onder de grond verstopt liggen, weer naar boven gehaald. Water, water en nog eens water. In Apeldoorn zijn ze er bijna aan gewend dat de straten bij een flinke hoosbui overstromen. En dat is ook niet zo gek. Want Apeldoorn is het afvoerputje van de Veluwe, de natste plek van Nederland. Veel grondwater stroomt vanuit allerlei dorpjes direct naar Apeldoorn.
Om al dat water beter af te voeren, worden tientallen beekjes en sprengen weer boven de grond gehaald. Ja, het is een gigantisch plan. 40 kilometer weer herstellen, 14 beken en sprengen weer boven de grond halen. Groot plan, maar ook met een groot doel natuurlijk. En dat is klaar zijn voor die toekomst. Op steeds meer plekken zijn de waterstroompjes nu zichtbaar. Zoals hier aan de Vlijtseweg, waar de grift weer boven de grond is gehaald. En ook in het stadscentrum is de beek weer te zien. Ook dit beekje, de Eendrachtspring, is boven de grond gehaald. Doordat water nu beter uit Uggelen wegstroomt, is er minder kans op volgelopen kelders. En het stroompje wordt ook aangesloten op bedrijven die gebruiken het water om hun machines te koelen. Dan gaan ze het ook naar zuiver ook. Dus dat wat verontreinigde water krijgen we schoon in ons beeksysteem. We krijgen het niet meer in de riolering. En dat heeft met elkaar natuurlijk een hele grote waarde. Het boven de grond halen van de sprengen en beken is een megaklus. En daaraan hangt ook een megaprijskaartje, 60 miljoen euro. En het is ook heel belangrijk, want als we het niet doen, nou ja, dan krijgen we echt te maken met wateroverlast. We moeten er iets voor realiseren. En nogmaals, dit is dan de goedkoopste oplossing. In 2015 moeten alle beekjes en sprengen in Apeldoorn zijn hersteld. Geen rekenen en taal vandaag voor de oudste leerlingen van basisschool De Morgenster in Nunspeet. Ze moesten aan het werk met oude stoelen van de kringloopwinkel. We zijn de stoelen aan het restaureren. En wat gaan jullie van de stoel maken? Een soort van hertstoel. Met hoorns en een soort van hoefijzerachtig en groen. En die groene hertstoel van Marit moet een echt kunstwerkje worden. Want binnenkort staat deze stoel, samen met de stoelen die leerlingen van 10 Veluwse basisscholen maken, te pronken op de energiebeurs van de stichting Veluwe Duurzaam. Daar hebben we ook een veiling, Veluws Design. En daar worden de stoelen geveld voor het goede doel. Ze kunnen we allemaal bieden? Ja, zeker. Kom we allemaal langs, zou ik zeggen, om op deze stoelen te bieden. Want het worden wel kunstwerkjes. Dat is niet. Wel, wie bang is voor stelen heeft dan pech. Wat ben je aan het maken? Een Hollandse stoel. En waarvoor? Voor kinderen in Kenia, toch? Klopt. Het geld van de veiling gaat naar een fabriekje in Kenia dat kooktoestellen op zonne-energie bouwt. Fijn voor Kenia, maar de leerlingen in Nunspeet steken ook wat van het project op. Nou, ze moeten sowieso samenwerken. Ze moeten nadenken over hun ontwerp. En welke materialen hebben ze allemaal nodig? En ja, wat maakt natuurlijk de winnende stoel? Wat wordt de mooiste stoel? Daar moeten ze over nadenken. En dat weten we 18 en 19 november, want dan worden de stoelen geveild op de energiebeurs in Nunspeet. En wat ze gaan opbrengen? Ik heb geen idee. Ik hoop ook. Waar kun je er nu beter achter komen hoe het voelt om een prinses te zijn dan op het Loo? Straks meer. Er zijn opnieuw 4 hooligans aangehouden voor de rellen na de wedstrijd NEC-Vitesse. Een 20-jarige Nijmegenaar heeft zichzelf gemeld en de andere 3 zijn opgepakt. Andere hooligans kunnen zich tot donderdag vrijwillig melden. En doen ze dat niet, dan publiceert de politie foto's van de relschoppers. 5 relschoppers die eerder al werden opgepakt, hebben een landelijk stadionverbod opgelegd gekregen. Een 32-jarige man is veroordeeld tot 11 jaar cel voor onder meer zware mishandeling van 2 baby's. De man woonde destijds in Nijmegen met zijn vriendin. De mishandeling van het jongste kind had volgens de rechter kunnen leiden tot de dood. Dit jaar was de laatste keer dat de Hankan Marathon en Estafette is gelopen. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen gaat het geld voortaan steken in de kwaliteit van het onderwijs en niet in het evenement. De Hogeschool hoopt dat de marathon wel kan blijven bestaan en dat bedrijven het dan financieren. 60 kleine treinstations in Gelderland krijgen volgend jaar een alarmzuil. Het gaat vooral om stations in de Achterhoek. Reizigers kunnen bij nood de alarmknop inschakelen. De zuilen komen op stations waar veel reizigers zich niet veilig voelen. Medewerkers van het ziekenhuis in Zevenaar hebben last van steenmarters. De dieren knagen de bedradingen en leidingen van auto's door op de parkeerplaats. Vooral 's nachts gaan de marters hun gang. Bij 1 medewerker die veel nachtdiensten draait, heeft de marter al 5 keer toegeslagen. Op de Arnhemse weg in Beekbergen is vanmiddag een automobilist verongelukt. De bestuurder raakte door onbekende reden van de weg en reed tegen een boom. De weg was vanwege het ongeval tijdelijk afgesloten.
In Epe is het kunstwerk De Fietster weer te bewonderen. Het beeld werd vorig jaar gestolen uit het Beekpark. Het kunstwerk kwam niet meer boven water en daarom heeft de kunstenares een nieuw beeld gemaakt. Dat nu extra stevig is vastgezet. Een 23-jarige Culemborger heeft in hoger beroep 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk gekregen. De man reed tijdens Oud en Nieuw, 2 jaar geleden, met zijn auto in op een groep Molukkers. Deze straf is gelijk aan de eerdere veroordeling door de rechtbank. De peuterspeelzalen in 10 plaatsen in de gemeente Buren en Neerijnen gaan volgend jaar mei dicht. En tot die tijd wordt onderzocht waar de kinderen en medewerkers dan ondergebracht kunnen worden. De sluiting is onder meer noodzakelijk vanwege het stopzetten van de subsidie en de terugloop van het aantal peuters. Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. De trend van breien is niet meer te stoppen. Steeds meer vrouwen pakken de pennen en een bolletje wol. De noeste arbeid gaat niet alleen zitten in het breien van truien. In de Achterhoek willen ze de donkere winterdagen een beetje vrolijker maken. De trend van breien is al even aan de gang. Zo zijn er op verschillende plaatsen al wild breiers actief. Zij willen met hun breisels de wereld een beetje vrolijker maken. Maar in de aanloop naar kerst pakken ze in de Achterhoek de pennen bij elkaar en gaan kerstballen breien. Het ziet er nog een beetje slordig uit. Ja, het ziet er heel erg slordig uit. Ook wel. Ik haak liever in de auto, in bad soms. Ik doe het in 2 uur, zo'n balletje. Dat zijn al heel wat ballen, hè? Ja, hij gaat helemaal goed. Als de dames vanmiddag zo doorbreien, dan hebben we vanavond volgens mij de tweede boom al gevuld. Waar worden de ballen voor gebruikt? Ik hoop dat we oproepen krijgen dat mensen zeggen, als jullie ballen hebben, kom bij ons maar een boom vullen. Wij willen een boom voor jullie neerzetten. U wilt de wereld een beetje mooier maken? Ja, en vooral de we beginnen in de regio. En dan maar kijken hoe ver we komen. De trend is overkomen waaien uit Noorwegen. 2 mannen hebben 10 patronen verzameld in een boek. En ik zag dat boek ook en ik had het van Inge gehoord. Nou, ik vind het zo verschrikkelijk leuk. Nee, ik hoop dat ze ook te koop, zijn. Ja. Want dit gaat hem echt niet worden. Ja, en nu je er pas helemaal bij hoort, als je een beetje kunt breien, denk ik, ik probeer het zelf ook maar even. Maar het gaat nog niet zo heel erg makkelijk. Ik denk, oh, nou, laat ik alweer een steekje vallen. Ik moet nog even oefenen. Ja, wilt u ook uw eigen kerstbal breien? Op onze website vindt u meer informatie hierover. Bas Bloem, hoogleraar neurologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen, is verkozen tot Zorgheld 2011. Hij kreeg maar liefst 74% van de stemmen. Bloem is gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Hij richt een expertisecentrum van zorgverleners op en een internetsite waar patiënten en zorgverleners elkaar kunnen treffen. Honderden prinsesjes en een enkele prins kwamen vandaag naar Apeldoorn voor de jaarlijkse Prinsessendag bij Paleis het Loo. Een mooie manier om kennis te maken met het Koninklijk Museum en natuurlijk om zelf eens te ervaren hoe het is om een prinses te zijn. Roze, roze en nog eens roze, dat is de kleur die vandaag domineert op Paleis het Loo. Omdat roze goed bij meisjes past. En blauw vind je niks? Nee, niet zoveel. Ik vind blauw wel mooi, maar roze mooier. Jij ziet er ook al zo prachtig uit, ook een prinsesje. Nee! Wat ben jij dan? Prins. Normaal gesproken is de Prinsessendag tijdens de zomervakantie. Maar vanwege de druk bezochte Maxima-tentoonstelling is de dag verplaatst. Het is nu in de herfstvakantie zo succesvol gebleken dat we er toch sterk over denken om het volgend jaar en in de zomervakantie en in de herfstvakantie te organiseren. De prinsen en prinsessen worden geschminkt en kunnen lekker knutselen. Ook lopen er zelfs een echte koning en een koningin rond op Paleis het Loo. Hebben jullie nou nog tips voor de kinderen? Tips? Zelfvertrouwen natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Weet dat je een prinses of koningin bent. Een echte prinses loopt natuurlijk niet zelf. Nee, die laat zich rijden om daarna uit te rusten op de troon. Hoe voelt dat nou? Dat ik een echte prinses ben. Oh ja, een beetje zoals Maxima, hè? Ja. In totaal hebben vandaag zo'n 700 kinderen Paleis het Loo bezocht. En dan nog het weer met Reinier van den Berg. Reinier, morgen weer regen? Nee, vanaf morgen is het weer een aantal dagen droog. Maar vandaag inderdaad regen.
ochtendrood, water in de sloot. Dat kwam vandaag duidelijk uit, want vooral in de middag ging het in Gelderland regenen. Door een storing die we heel duidelijk Europa zien binnentrekken. Dat is deze lijn met bewolking. Heeft veel regen gebracht in Spanje en Portugal. Maar trok dus vanuit het zuidwesten ook uiteindelijk Nederland en Gelderland binnen. Erachter zitten een aantal buien. Die bereiken ons niet, maar de opklaringen bereiken ons wel. Dit was het beeld van 's middags. De laatste opklaringen in Groningen. Voor de rest was het overal bewolkt en ging het dus op steeds meer plaatsen regenen. Vanavond nog regenachtig, maar in de loop van de nacht trekt alle regen weg en wordt het droog. Met tegen de ochtend de eerste opklaringen in het rivierengebied. Minimum temperaturen 1 graad of 8. En dan morgen eerst even brede opklaringen, maar dan vorming van nogal wat stapelwolken. Die groeien niet uit tot het buienstadium, maar zullen het blauw toch wel een tijdje gaan verdringen. In de loop van de dag komen er van het zuiden uit weer nieuwe opklaringen binnen. En dan eindigt de dag denk ik toch wel heel aardig met flinke zonnige perioden. Koud is het niet, 1 graad of 13 bij een matige zuidelijke wind. En namorgen nog een hele serie van dit soort dagen met wat hogere temperaturen van 15 tot 16 graden. Alle dagen droog, geregeld zonneschijn. Maar vooral in het weekend en zeker op zaterdag wel een grotere kans op mist in de nacht en ochtend. Mogelijk soms ook overdag enige tijd hardnekkige mist en laaghangende bewolking. En dit was het nieuws van dinsdag 25 oktober, waarin u onder meer zag dat er in Arnhem een loket geopend is waar slachtoffers terecht kunnen voor juridische en emotionele bijstand. En dat dit jaar iedere kerstboom trendy gebreide kerstballen zou moeten hebben. Ik wens u nog een fijne avond.